Welkom bij Topnemers. Wat zit je te doen, Stekel? Ja, ik heb een drone even in mijn handen. Je weet, drones. Ja, ik weet dat jij een grote drone liefhebber en eigenaar bent. Heel leuk dingetje, ja. Heel klein, heel licht. Ja. Hey, en Bram, jij bent Bram Tijmons en je bent van Pats Indoor Drone Solutions. Klopt. Waarom is deze drone bijzonder? De drone zelf is op zich niet zo heel bijzonder, althans behalve dan dat hij licht en heel wendbaar is. Maar we maken de drone een soort van slim door hem heel agressief op insecten te laten jagen. Dat is eigenlijk een vleermuis in de nacht. En die insecten uit te schakelen. Dus hij is zo bijzonder dat hij klaar is om insecten te elimineren. Hey, in allerlei omstandigheden. En waarom is dat belangrijk om die insecten te grazen te nemen? Nou ja, kijk, insecten wil je in principe niet te grazen nemen, maar in bepaalde omgevingen kan het hele grote problemen veroorzaken. Wij richten ons wel op motten, maar denk aan allerlei soorten motten. Je kan motten in je kleding hebben, je kan motten in de voorraadkast hebben. Zo heb je dat ook in heel veel andere omgevingen, zoals bijvoorbeeld de glastuinbouw in kassen. Nou, daar richten jullie op dit moment vooral op, hè? Op dat soort omgevingen. Ja, dat soort omgevingen, dat soort indoor omgevingen met een hoge. Nou, ga jij daar niet met, ik gok dat hoor. Ik denk niet dat jij daar met een remote in die kas gaat zitten om met je drone achter vleermuizen of motten aan te jagen. Dat zijn vaste autonome systemen. Klopt, ja, volledig autonoom. En dat is ook wat we toe willen voegen, hè? Wat we eigenlijk de tuinder, de kwekers willen geven. Volledig autonome oplossing voor plaagbestrijding, voor gewasbescherming. Ja, hoe werkt dat dan? Want dat veronderstelt dat zo'n drone weet wat een mot is. Eén, iets kan zien hier. Ja. Ja? Nou, er zitten een paar dingetjes. Maar ook kan herkennen dus wat die zou moeten uitschakelen. Ja. Dat is al twee. En dan lopen we straks dat wel even door. Drie, in staat is het verschil te zien tussen een onschuldige bromvlieg en een kwaadaardige mot. Ja. Nou, laten we met 1 en 2 beginnen. De drone zelf die ziet niks. Die volgt alleen de commando's. Dus wat gebeurt, wat doen wij in de kas? We hangen daar een kastje op. Je hebt daar gewoon infrastructuur, je hebt daar gewoon kaspoot, om het even zo te zeggen. Ja. Daar zit een camerasysteem in die observeert boven tussen het gewas. Oké, die geeft de coördinaten door. Ja, die kijkt eigenlijk waar vliegt dat insect. Ja. En die geeft aan de drone door, die kan ook de drone tracken. Die geeft aan waar is dat insect. En als een razende vliegt hij erop af. Ja, dan bewerkstelligt hij een botsing in de lucht. En dan bats, hè, de propellers die... daar komt hij vandaan. Precies, daar komt hij vandaan. Ja. En om terug te komen bij de derde. Hoe kunnen we nou onderscheiden het goede van het foute insect? Want dat is natuurlijk in bepaalde tilt is dat zeker een uitdaging. Nou, we richten ons momenteel op motten. Motten zijn nachtvlinders. En dan maken we het daarmee onszelf iets wat makkelijk. Door even te kunnen stellen, alles wat voorbij vliegt met een bepaalde maat, dat is een motje. En op termijn willen we ook de andere intelligentie toevoegen. Waarbij je kan zeggen, dit is een hommel, die ik gebruik voor de bestuiving. En dit is een vlieg X, die is schadelijk voor mijn gewassen. Ja, ik kan me voorstellen dat je dan op een gegeven moment ook met beeldherkenning en dat soort technologie aan de gang gaat. Moeten we nu even gaan laten zien of niet? Ja. Oh ja, je hebt een filmpje meegenomen. Laten we er even naar kijken. Dat is wel leuk. Dan zie je ook die kas. Ik heb hem al gezien. Vers van de pers. Ja. Ja. Oh ja? Ja. Introducing extremely small drones that hunt flying insects. Take moths for example, which you may know from your backyard. As a pest, they are also a major cause of crop losses in greenhouses. Once a moth enters the greenhouse, it finds itself in moth heaven. Here, they can easily reproduce as there are no natural predators, and the use of insecticides is not a preferred solution. Nature solves insect overpopulation by slowly evolving natural predators. Using this as an inspiration and enabled by recent advancements in drone technology, Pats developed an artificial predator that intercepts moths. Midair. Just like nature, we built them fast and small. So small that they're safe around humans. And so fast, even cats look surprised. Our system monitors and controls moth populations in greenhouses. Plagues are kept in check while the ecological balance is sustained. The drones never sleep and are always ready for action. They'll stay inside so that we don't impact the natural environment. The autonomous PAT system controls pests so that the grower can rest assured. We protect your crops and provide sustainable insect control as a service. PATS. Our drones never sleep.
Hoe kom je nou... muziek is klaar. Ja, hoe kom je nou op dit idee? Ja, dat is eigenlijk heel grappig. Mijn twee co-founders zijn eigenlijk met dat idee gekomen na een brakke nacht. Zij werkten allebei in het drone lab van de TU Delft. We waren al jaren bezig met toegepaste oplossingen voor kleine drones. En op een gegeven moment hadden ze allebei een brakke nacht gehad. En dan liepen ze tegenover elkaar te klagen bij de koffiemachine. En ik kwam eruit, ja, die vervelende muggen, die hebben me al de hele nacht wakker gehouden. Zagrijnige vriendin, vrouw, omdat ik hem natuurlijk uit wil schakelen. En toen dacht ze, maar dat kunnen we beter aanpakken. Laten we eens met wat drones gaan vliegen. En toen nog met de hand gevlogen naar die mug die op het plafond zat. En weg. Nou, we gaan eens kijken hoe we dat voor elkaar hebben gekregen. Dus grote glazen bol gepakt, mug erin, motortje erin, high-speed camera erop, alle frames bekijken en dan zie je, ja... Pats, die gaat gewoon door de versnipperij heen. Dus ja. Dit is de basis. Dit is de basis. En dat is een heel geinig idee eigenlijk begonnen. Dat zijn we wat verder gaan onderzoeken. Eigenlijk nog meer een beetje om de site, een beetje bekijken wat kunnen we daarmee. En op een gegeven moment kwamen we erachter. Er zijn industrieën, er zijn sectoren waar insectenbestrijding zo ontzettend belangrijk onderdeel is van de bedrijfsvoering. Daar kunnen we wat mee. En dat zijn we gaan valideren. En zo zijn we in de tuinbouw. Tuinbouwbeland. Nou, je zegt, dat zijn we gaan valideren. Eén, hoe doe je dat? Twee, blijkt er dan ook echt uit dat voor dit soort oplossingen een markt is? Ja, nou, dus beide. Hoe zijn we dat gaan valideren? Via ons netwerk kregen we wat tips van, ga eens kijken in de glastuinbouw. Want ja, gewasbescherming, plaagbestrijding is een hele grote uitdaging daar, complexe puzzel. Ja. Nou, dan ga je gebruik gewoon... van pesticiden moet omlaag. Precies. Ja. Elk insectje heeft een aparte behandeling, we hebben allemaal verschillend gedrag. Ontzettend uitdagend, ontzettend complex. Nou, random tuinders gaan bellen en nou, die zijn heel erg benaderbaar en die praten er graag over, die delen graag informatie en zo ga je eens verder praten, ga je eens onderzoeken, nou, hoe groot is nou dat probleem voor jou? Ja, voor elke kweker is dat ontzettend verschillend, maar er zijn gevallen waar het gewoon echt uit de hand loopt. Hè? Dus dat waar je bepaalde plagen hebt die je gewoon niet goed onder controle krijgen. Hè? Waar de insecten echt de gewassen dusdanig aantasten dat ze er 10.000 euro per hectare aan kwijt zijn. Ja. Nou, als je over 10.000 euro per hectare hebt, dan heb je er geld schaars voor over om dat probleem op te lossen. Ja. Ja. En hoe ga je van die eerste validatiefase naar een product? Ja, dat is best wel een lange weg geweest. Want het idee is ontstaan in 2016, dus in 2017 hebben we eigenlijk die validatie gedaan. Dat heeft in 2018 ook is toch wel doorgelopen en probeer ondertussen wat proof of principles te bouwen, te maken, zodat je het kan laten zien van dit is iets wat potentie heeft en waar we in de toekomst plaagbestrijding mee op zijn kop kunnen gaan zetten. Dus dat is best wel een lang traject geweest. Ik zelf heb een commerciële achtergrond, bedrijfskundige achtergrond. Ik ben eigenlijk bezig volledig gegaan met die validatie, dus zoveel mogelijk kwekers spreken en stakeholders in de sector. Alleen maar uitvragen, ontzettend veel interviews gedaan en ondertussen aan de zijkant werd er gekeken in de praktijk, wat hebben we dan uiteindelijk nodig samen met de kwekers, wat zijn de omstandigheden. En daar hebben de twee technische co-founders heel veel tijd en ontwikkeling in gestoken. Dus dat is een beetje de rode lijn naar waar we nu staan. Ja. Hey, wat ik hoor van, we hebben best inmiddels een aantal ondernemers aan tafel gehad met drones. We bezig zijn met allerlei projecten, bijvoorbeeld met camera's om te kijken hoe de gewassen er buiten voor staan. Ja. Waardoor er veel gerichter geïrigeerd kan worden of bestrijdingsmiddelen toegepast kunnen worden, noem maar op. Een van de grote problemen die ze moeten oplossen om het ook schaalbaar te maken en daardoor goedkoop is dat die drone, en die moet op een gegeven moment moet die opladen. Ja. Hoe gaan jullie dat oplossen? Ja, nou, dat opladen is inderdaad een van de dingen die je niet zomaar kan kopen. Daar heb je geen modules voor. Dus dat zijn wij zelf. Nou, we hebben de eerste prototypes daarvan. Kan ik niet te veel technische details over geven. Waarom want dat willen, nou, dat willen we natuurlijk beschermen. Waarom? Omdat we daar willen we intellectueel eigendom op. Oké, dat is zo... Patent, is patentwaardig. Ja, patentwaardig. Zo nieuw dat het patentwaardig is. Ja, dat ding moet landen op een plateautje. Dat kan nog wel en daar zitten twee pootjes in. En die twee maken contact met het ene plaatje en die met het andere. En dat gaat stroom op en dat laat de accu op. Maar zo simpel is het niet. Nou ja, anders had het denk ik al op de markt geweest. Maar het is er wel voor die drones die in de buitenlucht vliegen. Voor de grote drones zie je dat. Voor kleine drones. Wat eigenlijk het probleem is, althans de kans die we zien, ik denk dat we beter zo kunnen zeggen, grote drones die zie je al legio met heel veel verschillende toepassingen.
Die drones die houden zich meestal wel bezig met het verzamelen van data om informatie te geven. Daar moet nog steeds op geacteerd worden. Waar wij het verschil maken, wat wij eigenlijk anders doen, is dat we met kleine drones die nu nog gezien worden als speelgoed, daar kunnen we inzetten voor hele specifieke waardevolle toepassingen. Dus die waarde toevoegen in het productieproces. Dat is eigenlijk een unieke kans, want het is geen speelgoed. Je kan hier ook dingen mee doen. Echt het act-gedeelte pakken wij ook mee. Dus we vertellen niet alleen, je hebt deze plagen in je kas en we zien dit en dit vliegen en dit is de populatie, dus je moet daar nu iets aan gaan doen. We helpen de tuinder ook, de kweker gelijk, met het oplossen van het probleem. Ja, maar dat veronderstelt dat het een helemaal autonoom functionerend systeem is, toch? Ja. Wat zijn daar nog meer de uitdagingen, behalve het opladen van de accu? Nou ja, het opladen van de accu, het is eigenlijk nog nooit gedaan. Hè? Je kan natuurlijk geen GPS en dat soort zaken gebruiken in een kasomgeving. Dus je moet alles wij doen alles met vision, op basis van vision aansturing. Dus daar zitten best wel wat hobbels in, omdat het nog nooit op die manier gedaan is voor zo'n specifieke toepassing. De drone moet zo agressief, zo snel vliegen, dat je toch wel wat uitdaging krijgt als je gaat jagen op insecten die natuurlijk ook gedrag vertonen om te voorkomen dat ze gepakt worden. Net als dat de vleermuis achter ze aan zit, hebben ze ook mechanismen voor ontwikkeld door de jaren heen om dat te voorkomen. Ja, en ik weet je hoe. Het is ongelooflijk complex, dus ik wil er gewoon meer van weten. Want je hangt één kastje op ergens, of hang je 20 camera's op? Wat doe je? Ja, waar we nu mee werken is 10 systemen per hectare. En een systeem bestaat uit 10 drones. Ja. 10 van die platformpjes waar die kan opladen. En 10 kastjes waar eigenlijk alle intelligentie, waar de aansturing en de verwerking in zit. En dus dan heb je. En de camera ook. Ja, dus dat zit in dat kastje. Ja. Het kastje is een computer in, daar zit de camera in. En die doet eigenlijk alle communicatie, alle beeldverwerking en dat soort zaken. En die geeft de commando's aan de drone. Dus daar zit eigenlijk alle. Dat is eigenlijk het duurste onderdeel. Hè? Het belangrijkste. Hoe stuurt die drone zichzelf dan aan? Hoe werkt dat? Want er zit hier geen GPS of zo in. Of, of geen ding wat peilt waar die is. Nee, dat doet de camera. Dus de camera die bepaalt. Dus dit is een 3D-camera. Daarmee kunnen we de 3D-coördinaten bepalen van de drone. En de positie bepalen. Nou, dat kun je gebruiken. Maar dat weet die drone ook niet, wat zijn 3D-coördinaten. Nee, maar die volgt gewoon de commando's van het systeem. Want het systeem weet precies hoe je ervoor staat. En natuurlijk, er komt dus wel wat feedback hè, van allerlei verschillende sensoren. Over de yaw en de pitch en dat soort technische termen. Maar in principe, de drone zelf weet niet waar die naartoe gaat of wat dan ook. Nee, het gaat eigenlijk puur de commando's links, rechts, omhoog, omlaag, sneller. En zo snel mogelijk. En zo snel mogelijk. Zo agressief. Hoeveel zijn er al tegen die palen aangevlogen in die kassen? Nou, tegen de palen valt op zich wel mee, maar elk gewas is anders. Dus daar hebben we nog wel eens wat blaadjes versnipperd. Maar op zich is dat natuurlijk geen probleem. Dat zijn allemaal stappen die je zet in ontwikkeling. Het is niet direct perfect. We zijn iets unieks aan het ontwikkelen wat dat betreft. Het is er nog niet. We doen het voor het eerst in zo'n omgeving. Maar de motten weten nog niet dat ze gewoon lekker dicht bij het plantje moeten gaan zitten. Ja, dat zit er natuurlijk wel in. Natuurlijk hebben ze zo'n soort gedrag. Maar er zijn ook genoeg mogelijkheden om ze boven het gewas te pakken. Dus ze vliegen regelmatig best wat afstanden door de kast. Dat zien we uit onze monitoringdata, uit de kastjes die daar hangen. En dan zien we dat ze best wel een halve meter tot een meter boven het gewas kunnen vliegen. Nou, perfect voor een kleine drone. Ja, in welke fase zijn jullie dan nu? Is de testfase nog? Ja, het is testfase. We hebben launching customers. Daar zijn we nu de systemen volledige autonomie aan het geven. Waarbij we toewerken naar 10 hectare aan bescherming het einde van het jaar. Dus dat is de scherpe ambitie die we ingezet hebben. Het einde van het jaar, nou stel dat je met die 10 systemen per hectare rekent, hebben we 100 systemen actief die gewasbescherming uitvoeren. En daarmee de tuinder, de kweker helpen. Ja. Ja. Wat gaat het die kweker kosten? Daar zijn we nog een beetje mee aan het spelen met het businessmodel. Maar waar we eigenlijk uiteindelijk naartoe willen is een service model, een abonnement. Waarbij ze waarschijnlijk, en dat hangt een beetje natuurlijk af van hoeveel hardware heb je nou nodig per hectare. Want hoe minder systemen. Maar stel dat je met 5 systemen uit kunt door wat slimmigheidjes, dan maakt het voor veel meer kwekers toegankelijk. Op dit moment rekenen we met een service fee van 10.000 euro per hectare per jaar.
En daarvoor krijgen ze installatie, onderhoud, spare parts als de drone stuk gaat of er een propeller kapot gaat. En natuurlijk de informatie, wat hebben we nou uiteindelijk voor je gedaan? Wat zag je daar nou vliegen? En wat hebben we gedaan om die populatie te reduceren? Ja, hoe enthousiast zijn de mensen op de pilotlocaties? Want ik kan me voorstellen dat er, zo werkt het gewoon, er gaat natuurlijk aan het begin ongelooflijk veel mis. Ja. Die dingen donderen de hele tijd uit de lucht, die komen tussen de zonnebloemen terecht, die vliegen tegen de palen aan, weet je. Ja. Hebben die mensen wel dat vertrouwen gehouden? Kijk, wij weten allemaal dat hoort erbij. Ja, net, daar moet je wel de juiste partners dan voor vinden. Hè. Dus dat is wel... waar of niet, dat is toch wat er gebeurt als je dit gaat doen. Nou ja, het grappige is, je komt met een idee en er wordt verwacht dat binnen een half jaar tot 12 maanden, dan is dat er toch dan. Je hebt waarschijnlijk al wat ontwikkeling gedaan. Nou, zo werkt het niet. Je gaat eerst valideren met een idee. Dus dat is wel een hele leuke ervaringen die je daarop doet. En hoe manage je dat? Dat is best wel uitdagend, hè, om toch de early adopters, de innovators tevreden te houden. Maar er zijn gewoon een paar partijen, zeker in die sector, die innovatie hoog in het vaandel hebben staan. En die dat platform willen bieden. Nou, dat is voor ons natuurlijk een uitgelezen kans. Dus dat zijn de partijen waar je mee wil samenwerken. Hey, er gaat best een hoop geld in zitten als je zegt we zijn een paar jaar bezig. Hoe hebben jullie dat gedaan? Nou, tot nu toe hebben we natuurlijk wat subsidies opgehaald. We zijn een technische start-up. Ja, en in Delft zijn een aantal subsidiemogelijkheden al. Ja. Via de universiteit ook. Ja. Ja, via de universiteit, maar ook via bijvoorbeeld via NWO. Dus ook wel een bekende partij natuurlijk. Nou, die kunnen een zachte lening geven. Nou ja, betere condities kan je eigenlijk niet vinden als start-up voor deze fase. We hebben vorig jaar ook een proof of concept financiering ontvangen van Unique. Het investeringsfonds van Innovation Quarter. Zuid-Holland is dat, regiofonds. Ontwikkelfonds. Er zit nu zo'n 5-6 ton al in het bedrijf aan dat soort gelden. Ja. Uiteindelijk moet het natuurlijk wel terugbetaald worden. Dus er moet ook wel iets positiefs gereageerd worden. Het is geen gratis geld in die zin. Hoe groot schat je de markt in? In Nederland op 50 miljoen. 50 miljoen wat? Euro, ja, sorry. Ja. Per jaar. Ja. Oké, want je hebt het over recurring, die 10.000. Precies, dus dat is niet ons wat we nu kunnen pakken binnen een jaar of twee jaar. Ja. Maar als je kijkt naar wat is het maximale potentieel, dan is dat 50 miljoen. En kijken, waar we eigenlijk naar kijken is alles wat je kunt meten voor een kweker. Dus wat ben je kwijt aan derving, doordat die beesten in je gewassen zitten, de schade. Wat geef je uit aan gewasbeschermingsmiddelen en wat ben je aan arbeid daaraan kwijt. Hè? Dus hoeveel tijd zijn je mensen daarmee bezig? Oh. Nou, dat kan je allemaal kwantificeren. Er zijn natuurlijk nog heel veel niet te kwantificeren variabelen. En dan kom je op dat soort getallen uit. Gaat dit op een gegeven moment ook beschikbaar komen voor inderdaad de slaapkamer van jouw co-founders en die van mij? Dat moet toch eerst een eigen probleem oplossen. Ja. Ja, dat zal dan wel even iets meer een afgeslankte versie moeten worden. Kijk, waarom we daar niet meer verder zijn gegaan is omdat we moeten met de camera's en drones in je slaapkamer naar privacy. Stop het dingetje. Ja, is toch een dingetje. Ja, er zijn vast partijen die dat heel graag willen hebben inderdaad. Ja, ja. Nee, maar uiteindelijk willen we dat wel heel graag. Dat is natuurlijk, vinden we zelf gewoon heel gaaf. Maar we krijgen ook regelmatig die vraag, zonder dat we genoemd hebben dat we ooit daarmee begonnen zijn. Dus, roepen mensen ook van, ik wil dat ook hebben voor mijn slaapkamer voor komende zomer. Ja, dus dat is natuurlijk wel leuk. Is toch lang geen validatie dat ze het er voor heel veel over hebben, want we moeten concurreren met elektrische vliegenmappers. Ja. die kosten, wat kost dat? 2 euro. Maar uiteindelijk willen we dat wel. Ja. Als we even iets verder kijken, hè? Gewoon even naar de trends. Er wordt natuurlijk ontzettend veel gepraat over autonome dronesystemen. Ja. En dan gaat het inderdaad over toepassingen die ik net beschreef. Ja. Buiten grote drones die lange afstanden vliegen en weilanden en gewassen observeren. Ja. En je zei terecht, bijna altijd observatie- en datatrajecten. Ja. We kennen de grote de verhalen van Amazon die experimenteert met drones voor de bezorging van pakjes. Ja. Andere partijen zitten er ook in. Als jij naar die markt kijkt, en het is jouw vak, waar staan we in de ontwikkeling van die autonome systemen? En wat zijn daar de complicaties? Ja, nou ja, dat vind ik wel een hele lastige brede vraag. Maar kijk, het probleem, het grootste probleem... Betrek het dan op jullie zelf. Want waar zit het, de uitdaging in het ontwikkelen van die autonome systemen? Is dat de beeldherkenning die nog niet goed genoeg is? Is dat
de positiebepaling, ja. Of is het... Nou ja, kijk, dat is ook een van de redenen waarom we echt volledig op binnen op een gegeven moment zijn gaan focussen. Uit de landbouw krijgen we ook regelmatig vragen, kan je daar ook niet wat doen? Nou, dan krijg je natuurlijk allemaal regelgeving en dat soort zaken. Dus er zitten natuurlijk heel veel uitdagingen in. En wij willen dat ook op een hele andere manier doen dan de locatiebepalingen zoals de autonomie, zoals de huidige technologieën. Ja, want dat gaat altijd op een combinatie van GPS en beeldherkenning. Ja, wij gebruiken enkel beeldherkenning daarvoor. Ja. En op zich, ja, het gaat op zich wat dat betreft heel goed. Want we zijn in staat om de drone zelfstandig weg te laten vliegen, de jacht uit te voeren en weer terug te laten keren. Ja. Dus wat betreft autonomie, tuurlijk, er zitten nog wel wat kinderziekten in. Dat moet je ook veel meer testen. En na 1000 vluchten gaan er heus nog wel 10 verkeerd op een gegeven moment. Maar dat gaat, in ons geval, gaat dat eigenlijk wel de goede kant op. Dus dat, ja. En welke ontwikkeling zit er nog in de drone, zeg maar? In de apparaatjes zelf? Ja. Die maken jullie niet zelf? Dus. Nou, dit is deels hebben we natuurlijk parts. Het design is wel van onszelf. Maar dit is een eerste, nou zeg even een tweede iteratie van ons design. Ook om te testen en te kijken wat allemaal misgaat. Dat soort dingen. Er zijn nog heel veel mogelijkheden. Zaken zoals hoe krijg je nog een stukje lichter, want dan wordt hij wendbaarder, hè, wordt hij nog sneller en agressiever. Hoe zorg je dat je de pakkans van dat insect vergroot? Hoe zorg je dat het oplaadmechanisme er goed in verwerkt? Wil je dat op de drone hebben of wil je dat in het platform hebben? Dus er zitten nog best wel wat uitdagingen in. Het voordeel is, met dit soort drones kunnen we al doen wat we willen doen. Alleen je wilt op een gegeven moment een stukje robuuster hebben, een stukje hogere pakkans. Je bent daar ook aan te itereren. Maar, ja, dat gaat gewoon door. Maar dit zijn gewoon dingen die kun je voor een paar dollar in China laten maken, toch? Wat kost het? Dat kost er bijna niks meer. Nou ja, in dit geval we hebben het zelf via laten spuitgieten. Maar inderdaad, je kan dit soort drones voor 20, 30 dollar kan je dat, van de Chinese webwinkels kan je dat kan kopen. Ja, ja en dat gaat alleen maar omlaag. En straks heb jij natuurlijk, oké, je maakt dan je eigen design. Maar ik denk dan, dit frame is een 3D geprint of weet ik wat, een stukje plastic. Ja. En dan zitten een paar kleine modeltjes in. Dat is natuurlijk ook niks. Nee, dat klopt. Nee, toch? Het is ook niks. Nee. Dus daar zit het straks niet. De vorm zal net wat uitmaken of je die mot inderdaad kilt. Er zit hier een extra scherp randje. Ja, maar dat is... Mes. dat zijn de iteraties. nee, dat klopt. Dus die kosten zijn ontzettend laag. En ik denk dat ook de kracht is van de technologie van ontwikkelen. Ja. De drone zelf, dat is... Ja, het is een heel belangrijk onderdeel, maar daar gaat het stuk. Ja, en de intelligentie is straks natuurlijk in de software. En dat kastje zijn jullie, neem ik aan, ook aan het standaardiseren. Dus als dat uitontwikkeld is, dan is dat ook bam. Ja, en dat maak je super robuust. Hè, want dat moet met alle omstandigheden goed om kunnen gaan. Het is natuurlijk best een uitdagende omgeving in een kast. Je hebt daar de luchtvochtigheid is hoog. Er worden chemicaliën gebruikt. Er wordt natuurlijk de ene keer wordt er van boven beregend en dan weer op andere manieren. Dus heel veel vuil. Dus daar is er best wat uitdaging. Nou, gaat die drone een half jaar, misschien een jaar mee? Ja, maakt niet uit. Dat zijn de kosten niet. Dat zijn de kosten niet. Ja. En je hebt straks heb jij voorbeelden waarin jij mensen kan uitleggen dat hun collega's veel geld bespaard hebben. Dus verkopen wordt ook makkelijker. Dat hopen we wel, ja. Nou ja, kijk, dat is wel wat we vaak horen. Dat als je het eenmaal in de glastuinbouw goed doet en je kan het positieve resultaat aantonen, dan kunnen ze ook zo overschakelen. Het probleem is, kwekers hebben met best wel een paar belangrijke trends te maken. En één daarvan is dat die pesticiden die gaan eruit. Hè, dus die regelgeving wordt steeds scherper. Ja. Voorheen had je een goedje en dat ging erheen en alles is weg. Nou, prima, dan kan het door. Tegenwoordig heb je zoveel specifieke middeltjes voor elk insect en niet eens voor elk insect goed beschikbaar. Waardoor ze ontzettend met de handen in het haar zitten van, wat kan ik volgend jaar nog doen? En daarna, hoe ga ik dit oplossen? Want kan ik de tent sluiten? Dat kan echt ontzettend snel uit de hand lopen. Als je bedenkt dat één motje die binnenkomt 100 tot 1000 eitjes kan leggen in een cyclus. 1000 rupsen, je kan het je voorstellen. Dan ben je zo'n hoop planten kwijt. Dus dat is één. En twee is, arbeid is ontzettend schaars. Het zijn echt geen leuke klusjes om door je gewas te gaan en tellingen te doen. Van vallen, hoeveel insecten daarin zitten. Dat is, na 3 keer heb je dat ook wel gezien. Wil je insecticide gebruiken, dan moet je een pak aan. En dat moet altijd in de zomer, want dan is het altijd lekker warm. En dan gaan die insectenpopulaties ook lekker snel. Nou, dan sta je daar in je pak, in die kast, waar het al 40 graden is. 'S avonds, want er mag niemand anders zijn. Of in het weekend, er mogen geen mensen bij aanwezig zijn.
niet een ideale situatie op dit moment. Dus die trends die hebben we wel aan onze zijde wat dat betreft. Ja. En hoe ver zijn jullie nog vandaan bij een systeem wat een tuinder gewoon bij jullie op de webshop kan bestellen? Wat hij thuis gestuurd krijgt en dus met een goede manual. Je moet het kastje op 2 meter hoogte ophangen. En een landingsding met het bijgeleverde plaatje met het kruis erop. En je stopt de stekker in stopcontact en laat de accu op. En go. Hoe ver zijn jullie daar nog vandaan? Ja, dat plug and play. Laten we zeggen, het einde van dit jaar, dan kunnen we gewoon de systemen leveren. En doen we wel zelf de installatie en het onderhoud. En het initialiseren waarschijnlijk, moet je nu nog zelf doen waarschijnlijk. Ja, klopt. Dus het moet natuurlijk helemaal geoptimaliseerd worden voor de omgeving. Je hebt wat informatie nodig van waar de malenplagen zitten. Je leert van de data die je daar verzamelt, van wat je daar doet. Dus dit jaar zeker niet met 1 klik op de knop in huis. We weten ook niet of het ooit wel gaat lukken. Mm-hmm. Maar als het zou kunnen, dan zou dat natuurlijk fantastisch zijn. Want dat brengt de kosten van het onderhoud ontzettend en de installatie ontzettend omlaag. Dus van die operatie. Maar in eerste instantie hebben we het businessmodel zo ingestoken dat wij zelf dat stukje ook uit handen nemen van de tuinder. Willem, eigenlijk, het is geen core business om insecten te bestrijden, plagen te bestrijden. Ja, we hebben gewoon mooie producten maken, een mooie tomaat of een mooie bloem. En dat willen hem of haar ook laten doen door dit stukje volledig uit handen te nemen en minimaal omkijken naar te geven. Mm-hmm. Ik zit ook te denken dat de tuiners die dit nemen zijn waarschijnlijk ook een beetje jongetjes, net als jij en ik, die het gewoon leuk vinden als er heel hard van die drones door de kast vliegen. Ja. Zo'n geinsport. Het appelleert een beetje in de vonden. Ja. Ik van insecten jagen. Yes. Precies. Het is het spreekt tot de verbeelding. En dat heb je natuurlijk mee, denk ik. Dat hebben we heel erg mee. Ja. Maar daarnaast doen we denk ik ook nog wel iets heel nuttigs. Dus dat is denk ik ook wel niet onbelangrijk. Uiteindelijk jullie zijn dit gaan doen. Dankzij een brakke ochtend. Ja. Jullie specialisme is problemen oplossen door middel van drones, zou je kunnen zeggen. Ja. Is dit het eindrichting, zeg maar? Of welke andere mogelijkheden ga je nu nog onderzoeken? Of is het motten vangen, is jullie bedrijf? Nou ja, er zijn twee richtingen inderdaad. Allereerst, we zijn met motten begonnen omdat die lekker groot zijn en 's nachts vliegen, zodat je andere insecten hebt. Dus we hebben op een gegeven moment een keuze gemaakt, daar focussen we ons op. Er zijn nog tal van andere insecten, alleen al in de tuinbouw, die ontzettend uitdaging zijn. En ja, we komen er nu ook achter dat er ontzettend veel andere business cases zijn waarin vliegende insecten totaal ongewenst zijn en een enorme overlast kunnen leveren voor bedrijven bijvoorbeeld. Dus dat is een van de mogelijke paden. Hè? Insectenbestrijding, vliegende insectenbestrijding met drones. Maar we zien ook ontzettend veel mogelijkheden met kleine drones voor indoor omgevingen. En de voorbeelden van buiten kennen we nu wel, maar binnen zie je eigenlijk geen drone toepassing. Natuurlijk, je hebt wel wat inspecties voor tanks van schepen bijvoorbeeld. Maar er zijn nog zoveel mogelijkheden. Al in de tuinbouw zijn er heel veel andere dingen te doen dan insectenbestrijding. Geef eens wat voorbeelden. Nou ja, we krijgen bijvoorbeeld regelmatig de vraag, kan je misschien ook de bestuiving gaan doen? Nou, bestuiving kan op heel veel verschillende manieren. Je hebt windbestuiving. Toevallig de propellers die genereren wind. Nou, dat is mooi, dat kan je misschien gebruiken. Er moeten nu personen moeten in bepaalde omgevingen moeten naar binnen met een bladblazer. En dat elke dag weer, op een vast tijdstip. Nou, dat soort casussen. Toch beelden schieten van gewassen. Nou, om oogstvoorspellingen bijvoorbeeld te doen. In de kas, een tomatenkas, kan je niet er overheen vliegen en zien wat er gebeurt. Dan moet je echt tussen het gewas door om de goede trossen te kunnen inspecteren. Dus dat soort mogelijkheden zijn er zeker nog. Jullie hebben een hoop geleerd van die kwekerij, hè? Van die kwekerswereld. Ja, het mooie is, we waren zelf eigenlijk nog nooit in een kas geweest. En dan kom je daar een beetje brutaal kom je daar binnen en dan denk je, oh shit, er wordt toch wel heel veel mooie dingen gedaan. Ja. Echt een high-tech omgeving. Dus het is een hele mooie wereld. Nou goed, mooi verhaal. Ja, super. Dus, veel succes. Veel succes. Veel succes. We gaan je in de gaten houden. Hartstikke leuk. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd PQR voor de hosting van de website. Jetstream voor de livestream. Freedom Lab
voor de gastvrijheid en bier en co. Voor de biertjes, we zijn er... Ik had een biertje van ze. Ja, Jever. Een alcoholvrije Jever. En dat, hartstikke lekker. En ze dacht ook, dan noemen we hem gewoon Jever Fun. Ja. Nou, die ga ik volgende keer ook nemen. Ik heb veel goeds over gehoord in de alcoholvrije sector. Ja, ik wil nu al snel naar het café voor voor een alcoholrijke... ja, dat... Nou ja, dat is het. Oké, dan sluiten we hierbij af. Volgende week zijn we er weer. Dag. Ja. Dag.